Het is 2 jaar geleden helemaal opnieuw bestraat, voorjaar 2010. Het is misschien wel saai, maar het is in ieder geval heel goed gedaan. En wat mij betreft zou het een enorme kapitaalvernietiging zijn om het binnenkort weer te gaan doen. En wat zou u nou willen dat de deelraad gaat doen, of de politiek, zogezegd? Ik zou willen dat de politiek dit soort initiatieven niet meer klakkeloos overneemt. En eerst informeert of er inderdaad een breed draagvlak voor bestaat. Die mevrouw die heeft het niet helemaal begrepen. Dit staat gewoon, of er nou wel of niet een patroon komt. Dat stond al lang in de planning, al 11 jaar, van de gemeente. Dat nu eindelijk aan de beurt komt. Voor de kijkers, dit is een beetje wat u wilt. En wat ook de bewonersraad dus al bijna in de vorige eeuw heeft voorgesteld. Ja. En wat het stadsdeel wil, is dat het gewoon egaal is. En ik ga nu even voor mijn snuit houden. En dan, als u goed kijkt, dan ziet u dat dit niet een egaal stratenpatroon is, maar dat er verschillende kleuren in zitten, waardoor het levendig wordt. Ja, kijk, je ziet hier. Ik weet niet of dit te zien is, maar we kunnen kijken. Het is een soort visgaatmotief. En als je dichtbij kijkt, dan lijkt het heel warrig, maar het is heel strak. Ja. Het is een soort tapijt van plint tot plint. Wat, ik ga hem even weghalen. Als een bestraat tapijt noem ik het wel eens. Ja. En ik noem het ook vaak de derde gevel. Want de straat gaat nu spreken. En dat is niet nodig. CQ, het zou verschrikkelijk zijn. Als je met zo'n visgaatpatroon in de Utrechtse straten, of de Leidse straat tekeer gaat. Ja. Want dat is te veel van het goede. Ja, op die plek klopt het wel. Want het is helemaal misverstand. In de Sint-Antoni-Breestraat daarentegen is, volgens uw opvatting, creëert het juist een eenheid. Ja. Waardoor de straat erop vooruit zou gaan. Het repareert de fouten van de wederopbouw na sloop voor de metro in de jaren 65 tot 88. Dat een vreemde eten in de bijt, qua stratenpatroon ook. Nou, meneer was het daarmee eens van de VVD, meneer Van Lissem. Maar wel aan het kortste eind getrokken. En wat nu? Gaat dat handboek wat u betreft bijvoorbeeld op de schop? Hè? Want ik begrijp, de nederlaag is even geleden. Ja, maar wat kunt u nu nog doen als politicus? Nou kijk, we kunnen niet heel veel doen. Want Pleidooi is gepassioneerd van meneer Hagenbeek. Nou, ik ben helemaal eens. En in bijzondere benadering verdient deze straat een vreemde eens in de bijt. Moet je ook maatwerk kunnen leveren. En er zijn dus uitzonderlijke gevallen in onze binnenstad waar je dus van het handboek zou moeten afwijken. Nou, hebben we geprobeerd via een motie. Hebben we via een notitie geprobeerd. Die mochten helaas allebei niet baten. Nou, dan moet je ook gewoon je verlies kunnen nemen in de politiek. Dan moet je niet zuur over zijn. Over de afhandeling en de procedure is wel meer aan te merken. Daar zijn we natuurlijk ook mee bezig om het intern ook in de deelraad wat meer naar voren te brengen. Onze volgende stap is nu te gaan kijken hoe kunnen wij alsnog het plan maatschappelijk in ieder geval nog breed, dat breed gedragen wordt, ook mensen blijven enthousiasmeren. Helaas komt nu dus een bestrating volgens het handboek deze zomer op deze mooie straat te liggen. Niet ons idee, niet onze wens. En verder kunnen weinig kant hiermee op. Ja. Dat is jammer, een gemiste kans. Mag ik er even op inhaken? Nou, dat mag helaas niet, want we moeten afsluiten. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit item.